mijn naam is Arie Neefjes van het bedrijf Verzorging Noord-Holland. In deze regio doe ik het koudmerk elk voorjaar. Ongeveer een maand werk mee in deze regio. Een gedeelte van de voorbereidingen bestaat uit het scheren van de billen. Om de haren goed kort te hebben, zodat dat de kou goed doorwerkt in de haarwortels. Vervolgens wordt de huid ontvet met alcohol. Daar hebben we een vaste bus voor staan en een vaste leverancier voor. En daarna pakken we, geeft de boer mij de nummers door. En dan halen we een nummer uit deze kist vandaan. Die zien er zo uit. En dat is ijskoud? Dat is 80 graden onder nul. Dat is koolzuurijs. En daarna ongeveer een minuutje houden we ze vast op de plek waar ze moeten komen. En na dat minuutje zie je wel enigszins een afdruk. En na 6 weken ongeveer komt het nummer tevoorschijn en wordt het zwarte haar wordt wit. Wel? Een kwartiertje verder ben, dan zie je er eigenlijk nu helemaal niks van. Dan duurt het een paar weken voordat het haar is van zwart naar wit. Hoe doe je dat met die ontzettend witte roodbonten? Die slaan we meestal over. Ja? Ja. En, soms probeer ik dan op de zijkant nog een plek te vinden waar het wel kan. En als dat ook mogelijk is, dan zeggen ze wel eens, geen nummer is ook een nummer. Ja. Maar daar te veel van krijgen wordt ook lastig. Eigenlijk in mijn eentje en met behulp van de losse kracht om me heen. En als er een koe met kalf of tochtig is, of er is een kalamiteit met een koe, dan noem ik het nummer. En ik kan me voorstellen als je langs de nek moet lopen, om al die oornummers in de oren te kijken. Dat is achterlangs, dus ze kunnen me er eigenlijk zo uithalen. Dat is zo... Als je kijkt wat de ingreep is, dat is ook een garantie voor de optimale dierwelzijn voor zijn hele leven. Dat vind ik toch een pre, hoor. Nee. Nou, die zijn voor de koeherkenning als ze de stal ingaan. Dan komen ze op het display. Maar ik heb sinds kort een draaimelkstal. Daarom heb ik halsbomen eigenlijk voor de koeherkenning als ze het inlopen. Maar ik heb 20 jaar lang in een zijstaanbal gemolken zonder koeherkenning. Bij nog veel melkverhouding in het systeem. Momenteel hebben we een open nieuwbouw dat er nog veel worden van gekocht. Dan zijn die nummers essentieel. Dat is het toedienen van medicijnen. En dat is zicht nummer 6, dan hebben we een kennisatie fout. Het zit natuurlijk in de definitie die ooit gekozen is. Het gaat om het verwijderen of het beschadigen van lichaamsdelen. Nou ja, en dat heeft dus niks te maken met pijnbeleving en de mate waarin er sprake is van pijnbeleving. Hoe je beschadigt hier natuurlijk wel iets. En dat, daarom is het een ingreep. Hoe niet meer en niet minder. Je had het lijkt mij dus juist niet zo moeilijk gezien hoe deze ingreep in elkaar zit om te zeggen. Dat is een ingreep. Kan mij geen ingreep zijn. Dat is niet moeilijk, want dat kan iedereen snappen. Ja. En dan mag jij je definitie overeind houden, geen probleem. Alleen ik zou heel goed kunnen verdedigen overal. Koudmerken geen ingreep zijn. Ja, ik ben het helemaal mee. Je net als klaar op elkaar. Nee, maar wat? Nee, maar waarom? Waar zit het dichtbij? Nee, maar waarom zeg ik het? Dat een koe die dochter is die niet wordt gedekt is financiële schade. Punt, dat moet je boeren zien. Maar een koe, waarvan de penis in de tent.
kunnen verdedigen.